Mijn naam is Jacob Doorn en ik neem u mee in een wereld van vissen. Van wat is wel goed bruikbaar deze periode en waar kan je beter van afblijven. Mooie producten uit het juiste seizoen. Een kabeljauwtje, dat lusten we allemaal. Maar de komende periode is juist de Hollandse kabeljauw niet goed. Wordt mager. Wat is er wel goed? Ja, de skrei uit de Lofoten, het Hoge Noorden. Daar is de zeewatertemperatuur vele malen warmer dan bij ons. En wat krijg je dan? Dikke, mooie kabeljauw. Op en top. De skrei is slechts kort verkrijgbaar. Meestal vanaf begin februari tot een beetje begin april. Daarna gaat ook dit beestje zich voortplanten en mag er niet meer op gevist worden. Komt goed uit, dan is er weer de periode voor de Hollandse kabeljauw. Schelpdieren zijn juist in de koudere periode van het jaar optimaal. Denk aan de R in de maand. En dat geldt natuurlijk ook voor de kokkiers. De versheid van de kokkieën kan je altijd controleren. Openmaken, openbreken. Ja, kijk, dit is het optimaal. En wil je zeker weten dat hij leeft, klein beetje masseren en dan wordt hij bollig. Kijk, zoals je ziet, dan heb je topkwaliteit in huis. Wat kunnen we nog meer doen deze periode? De Arctic Salmon, oftewel IJslandse zalm. Een wonderschoon exemplaar. Het is wel een kweekvariant, maar een hele mooie kweek. Groeit op zonder allerlei antibiotica's en dat resulteert in gewoon hoogwaardige kwaliteit en dus ook een hele mooie smaak. Waar moet je op letten met een mooie zalm? Ook kijken naar de huid, kijk naar de ogen en kijk ook bij dit exemplaar altijd naar de kieuwen. Heel belangrijk en voel of die wel een beetje stevig is. Ja, en wat hebben we nog meer de komende periode? Dan denk je hiervan. Prachtige mooie inktvis. Is inktvis roze van kleur? 9 van de 10 keer dat hij oud is. Hoe kan je dat voor de rest controleren? Want het gaat natuurlijk om de tube, het vlees. Even je nagel erin, velletje wegkrabben. Is dit mooi wit? Dan is je inktvis top. Ja, en tenslotte nog een tip. Consumeer met goed fatsoen, alleen uit het juiste seizoen.